Nou, welkom dames en heren, welkom bij 023 Politiek, oftewel het politiek programma van 023 Magazine. En naast mij heb ik Annelies van der Haven, van het Heemsteeds Burgerbelang, oftewel HBB. Ja. En sidekick, natuurlijk Jos de Jong, van 023 Magazine en Heemstedenaar. En heeft in het verleden ook volgens mij voor het Heemsteden geschreven? Ja, ik heb een politieke verslaggeving een aantal jaren gedaan. Kijk, dat was inderdaad wel leuk. Dus je bent geïnteresseerd, hè? Ja, natuurlijk ben ik geïnteresseerd en misschien kan ik ook nog wat zinnig zeggen, maar dat laat ik verder aan haar over. Nou, leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Ja, en het is de eerste keer dat iemand komt uit Heemstede. We hebben in het verleden Haarlem gedaan, dat was vorig jaar, tijdens de verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen, moet ik zeggen. En nu gaan we ook Heemstede, ja, dat is ook 023. En niet de minste partij, gelijk de grootste partij. Heemstedse Burgerbelang, oftewel HBB, even een keertje. Hey, 30% van de stemmen die je vorig jaar binnen had. Ja. Dat is extreem veel. Dat was ook wel een hele verrassing. Het was dat ik echt een beetje flabbergasted keek naar die grote uitslagenborden. Dat ik dacht, zo, wat een, was een eer en een vertrouwen eigenlijk vooral. Dat ik echt dacht, wat een opdracht. Ook en dat. Denk je zelf, hoe komt dat? Ja, kijk, je hoort twee verhalen hoor je natuurlijk. Aan de ene kant de opkomst van de lokale partijen. Wat dat betreft volgen we natuurlijk volledig het landelijke beeld. 30% heeft op een lokale partij gestemd. Dat is in Heemstede nu ook zo geweest. We zijn wel wat later zijn we ingestart in die als je kijkt van wanneer ongeveer die populariteit van de lokale partij een beetje begon. Zijn we iets later eigenlijk, een termijn later, een beetje meegegroeid daarin. Aan de andere kant denk ik dat er ook wel thema's waren waarin mensen ook misschien wel wat te kiezen vonden. De VOMAR was er natuurlijk wel één, hoewel dat ook wel weer een gelopen race min of meer was. Of in ieder geval achter, was natuurlijk wel voor een deel gewoon op besluit genomen. Ik denk dat toch wel veel mensen daar een beetje een afweging tussen hebben gemaakt. Ja. Het is lastig, het is echt lastig hoor, van waar... waar komt het een en het ander vandaan? Ja, ik heb even doorgekeken, zo tegen ik van de Heemstede. Jullie zijn uit 1993, dus het is niet een eendagsvlieg. Dus jullie zijn echt al tijd bekend. Ja. Dus dat maakt natuurlijk ook dat je een stuk betrouwbaarheid hebt binnengehaald, neem ik aan, daarin. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk... Kijk, ik denk dat als je kijkt bij de geschiedenis van alle politieke partijen, zie je dat daar een soort kinderziektes in zitten. Hè? Dat je als je de grote partijen ook ziet, is het allemaal in het begin. Hè? Moet dat wat settelen, wat rust krijgen... Dus ook HBB heeft gewoon een proces moeten doormaken naar volwassenheid. En ik denk dat we daar nu aanbeland zijn. Waarin we gewoon een volwassen partij zijn. Maar wat ik interessant vind, en kijk, ik ben zelf een Haarlemmer. In Haarlem lukt het niet om een fatsoenlijke stadspartij binnen te krijgen. We hebben een stadspartij gehad. En we hebben ook best wel veel lokale initiatieven. Maar het zijn allemaal kleine groepjes. Het is nooit een grote partij. Waar ligt het aan? Ja, is dat bekend? Is dat heel veel? Is het in Haarlem heel anders dan in Heemstede? Hoe lukt het daar wel? Ik denk dat scheelt. In Heemstede heb je natuurlijk één lokale partij. Dat scheelt. En verder, wij hebben ons altijd eigenlijk als een hele positieve partij willen opstellen. Ja, de redelijke lokale partij, niet een je ziet, kijk, als je grosso modo kijkt, dan zie je wat reuring soms onder die lokale partijen ontstaan. Dat er onprettige debatten zijn, of dat het een beetje boers eraan toe gaat, of onredelijkheid. We hebben altijd gezegd, we willen gewoon een redelijke partij zijn. We zijn geen tegenpartij of een antipartij, dat willen we helemaal niet zijn. We willen gewoon... Maar is dat niet een beetje Heemstede? Dat zou misschien ook kunnen. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik neem aan dat ook Haarlem en de mensen. Ja, dat is wel. Je wil natuurlijk aardig moeten knokken. Hè? Want als grootste partij eruit komen en het ineens op moeten nemen tegen het CDA en VVD die altijd bovenaan hebben gestaan. Wat me wel is opgevallen, je hebt altijd als toch wel vrij revolutionair geprobeerd om die partijen bij elkaar te brengen. Het ging van het ene uiterste naar het andere uiterste. En nu met PvdA en met jullie. Om toch te kijken of je met die coalitie een beetje samen kon werken. Hoe is dat eigenlijk verlopen? Want ik meen dat het niet allemaal even makkelijk voor je was. Nee. Dat is best een heftige tijd geweest. Je bent zelf op zoek heel erg naar de verbinding. En kijken waar je op
met z'n allen uit kan komen. Omdat je op zoek bent gewoon naar waar kun je met z'n allen vooruit. En dat is niet altijd even leuk geweest. En er was denk ik ook gewoon, de hele situatie was denk ik gewoon voor iedereen denk ik moeilijk. Weet je, het is zo'n omslag geweest in wat er natuurlijk in Heemstede uit de verkiezing is gekomen. Ja. Als je als wethouder een plaats hebt en je zit er al een tijdje. Het is echt wel, ja, het is ineens een aardverschuiving. Dus ja. Daarin is het natuurlijk lastig om dan ineens misschien voor anderen een andere houding aan te nemen. En voor ons was het natuurlijk ook, wij zijn ook onwennig in die situatie. Ja. En ik ben helemaal niet van het, ik moet vooraan staan, ik doe het graag samen met mensen. Ja. Maar ik kan wel voorstellen dat het voor een aantal mensen best wel moeilijk is om van coalitie ineens naar de oppositie te gaan. Ja, goed. En vice versa is natuurlijk ook, zie je ook dat daar best wel een gewenning moet optreden. Hè? Partijen die altijd oppositie zijn geweest, die ook nu ineens moeten wennen aan het feit dat het college eigenlijk doet wat in hun lijn zit. We zijn nu een jaar bezig. Ja. En zie je ook dat de lijn nu veranderd is? Zie je iets wat je, nou dat heb ik binnen een jaar even groots bereikt of in ieder geval een koers ingezet? Die echt zegt, nou dat vind ik heel belangrijk. Wat ik het meest belangrijk vind is om met mensen in gesprek te blijven. Ik merk dat eigenlijk, dat is het leukste ook van het hele wethouderschap. Ja. Het verbaast me soms hoe mensen daarop reageren die helemaal zelf flabbergasted zijn. Van, oh, krijg ik om zo. Ik dacht ik stuur een mail want ik ben ergens boos over. En ik word ineens uitgenodigd op een gesprek. Die zijn dan helemaal verbaasd daarover. En ik denk, nou ja. Oké, is dat dan die participatie die in de portefeuille zit? Nee, ja, ik weet niet. Het zit misschien ook gewoon een beetje in mijn aard, hoor. Dat ik denk, ja, kom maar langs, laten we het erover hebben. Ja. Weet je, want een heleboel dingen zijn zo goed gewoon uit te leggen waarom we iets doen. Hè, of waarom iets is gebeurd. Hè. Sommige mensen zijn het niet mee eens hoe een vergunning is verlopen. En die hebben dan misschien een brief gemist. En dan merk je dat je zoveel kan organiseren door gewoon met iemand even in gesprek te gaan. En het even niet af te wimpelen aan een ambtenaar. En gewoon even te zeggen, joh, laten we even in gesprek gaan. En leg ik even uit hoe dat loopt. En dan zie je iedereen eigenlijk altijd wel. We zijn ook niet zo'n autoritaire partij als de partijen die in het verleden de scepter hebben gezwaaid, geloof ik. Nou ja, daar doe ik geen uitspraken over. Ik wil ook alle partijen langs laten komen. Nou ja, het valt mij wel op dat die openheid in de gemeente toch wel aanmerkelijk is veranderd. En dat je inderdaad, je krijgt mensen aan de lijn als je iets hebt. En voorheen werd het doorgegeven, maar je hoorde verder niks. Nou ja, kijk, ik vind dat op zich best, ik was er gewoon een beetje over verbaasd. Het zit gewoon niet helemaal in mijn aard om alles af te schuiven. En dat was misschien wel ook, misschien is dat ook wel een stukje waarom HBB zo is gegroeid. Of ja, als iemand een mail stuurde, die zat ergens mee. Die zei, nou, kom maar langs bij die fractievergadering. Ja. Weet je, en we hebben ook, we zeggen ook altijd, ja, we kunnen geen ijzers smeden met onze handen. Weet je, ik kan niks per se toezeggen dat ik iets gelijk geregeld krijg. Nee, maar dat je in ieder geval de situatie openlaat en mensen kunnen reageren. Ja. Dat is in ieder geval altijd naar geluisterd wordt. Dat scheelt dan heel open natuurlijk. Nee, en zelfs dat bedoel je. Je kan natuurlijk niet naar iedereen luisteren en alles maar klakkeloos overnemen. Uiteindelijk moet je zelf de beslissing nemen. Ja, je neemt toch zelf de beslissing. Ja, maar gehoord worden is nooit echt. Dat is waar. Nee, maar. Nee, je moet dingen gewoon echt goed uitleggen. En soms zit het daar gewoon in het goed uitleggen en goed benoemen dat ook iemands belang is meegenomen en dat je dat ook benoemt. Mensen willen ook horen van wat heb je nou met mijn ding gedaan en hoezo schuif je dat dan weg? Maar vertel dat dan ook. Van waarom je iemand anders even iets lager hebt in de schaal van belang hebt neergezet dan misschien een ander belang. Ik zit er vanaf te denken van, we zijn nu een jaar bezig, wat ik al zei. Ik wil toch een beetje vissen naar de ambitie van dit college. Van, dat wil ik eigenlijk deze komende vier, of nu nog drie jaar, echt bereikt hebben. En dat zijn zo onze eikpunten. Daar willen we hebben natuurlijk onze pijlers uit het college. Ja, dat heb ik ook. Ja, die heb ik natuurlijk, als het goed is gelezen. We hebben zelfs een artikel in ons magazine geschreven. Ik heb toevallig zelf geschreven over dat onze regio linksom gaat, als het ware. Ja. Het is echt, of naar Haarlem is zo Heemstede. Bijna allemaal gingen ze allemaal, centrum links naar een coalitie. En dezelfde aantal punten, die zag ik ook, duurzaamheid, verkeer, maar verkeer vind ik bijzonder.
natuurlijk, dat is een hele problematiek voor Heemstede, maar het is ook met Haarlem. Dat soort jaren is dat een toestand? Kijk, een heleboel dingen zijn natuurlijk ook vrij pragmatisch en praktisch. Kijk, verkeer is gewoon eigenlijk een heel praktisch punt. Dat is gewoon een constatering, het loopt vast. Daar moeten we iets mee, weet je. Ik bedoel, iedereen ziet zijn leefbaarheid een beetje achteruit rollen. En sommige mensen meer dan andere mensen. Dus je moet daar wat mee. En als het gaat over duurzaamheid, daar moeten we ook gewoon wel wat mee. Hè? Ik bedoel, dus we zitten niet in een situatie waar we een beetje achterover kunnen hangen. Klopt. En ik vind dat ook wel een interessante uitdaging, hoor. Ik ben natuurlijk heel erg van dat ik hou van een beetje het dorpse gevoel van Heemstede. Terwijl Heemstede helemaal niet meer echt een dorp te noemen is. Maar ik denk dat... Nee, sommige plaatsen nog, maar ze zijn... Ja, maar dat komt natuurlijk een beetje... Ik ben natuurlijk een kom uit Heemstede. Dus dan heb je een beetje dat dorpse kneuterige gevoel over je. Ja. Terwijl als je er heel nuchter naar kijkt, denk je... Nou ja, dorps, weet je, het is het beste. Weet je, we hebben alle voorzieningen die je kan hebben in een stadje, hebben we eigenlijk gewoon binnenboord. We hebben ook geen winkelstraat die meer echt dorps is. Het is gewoon een bredere, grote winkelstraat. En als je dan over die duurzaamheid hebt, en in relatie tot wat er staat, en hoe ga je dat allemaal inpassen, zodat een beetje dat dorpskneuterigheid nog wel zijn gevoel blijft houden. En dat zijn best wel... Dat is heel leuk, maar ja, Heemstede blijft ook doorgroeien, er wordt ook steeds meer gebouwd. Ja, er zijn zoveel mensen die natuurlijk gewoon überhaupt in deze hele regio, grotere regio al moeten wonen. Ja, nee, want dat is natuurlijk een punt wat ik dus afgelopen verkiezingen zag. Echt het thema wonen. Domineer in Amsterdam, in Haarlem. Waarschijnlijk ook in Heemstede. Heemstede ook. Dus dat zijn gewoon dingen die, kan je gewoon niet omheen. Nee, en dat is wel zoeken naar een juiste balans, ook met die verkeerstoestand, omdat je gewoon ziet dat het gewoon steeds drukker wordt. Ja, ik vraag me wel eens af hoe dat nou in de toekomst zal gaan, want die infrastructuur die wordt alleen maar moeilijker en moeilijker, maar de ruimte wordt er niet groter op. Ja, dat vraag ik. Er wordt wel volgebouwd. Ja. Die mensen moeten er toch uit, ze moeten er toch ook weer in. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel... kijken op de krukjes weg, wat er smorgens allemaal, wat er allemaal weer staat. Ja, Wikkervoort die komt erbij. Dat komt er ook al bij. Sorry, dat? De Wikkervoort komt er ook al bij. Ja. Dat is allemaal... Maar ik denk dat dit een regionaal probleem is, hè? Dit is gewoon... Nou ja, dit kan je gewoon niet... Dit kan je niet op elkaar aan. Dat is, de ene file in Haarlem, die heeft consequenties in Heemstede. Nee, want ik wil dat dus een beetje een bruggetje. Volgens mij doen jullie niet mee met provinciale verkiezingen? Of nee. In verbanden? Nee. Ook niet. Dus voor jullie is het echt een beetje relaxed kijken. Wij kunnen een beetje zo het veld overzien van wat gebeurt er allemaal en waar komt iedereen mee en waar zitten de highlights in. We zien het wel komen. Ja, het is, dat is wel op zich een hele relaxed manier. Het is een hele, het is heel relaxed. Is dat. Ik benijd alle politieke partijen niet die naar die gemeenteraadsverkiezingen nu weer in het touw moeten om... De volgende ronde te hebben. Dus het is wel prettig om nu de focus gewoon op Heemstede te kunnen halen. Mag ik dan even terugkomen? Want jij hebt het net over welke pijlers heb je. Wat zijn je pijlers, wat heb je bereikt? Zijn er bepaalde dingen die je al op korte termijn wil bereiken? Want ik meen dat je ooit eens een keer de vraag hebt gesteld hoe dat nou eigenlijk gaat met als je een gevestigde coalitie hebt die bestaat uit twee partijen of drie partijen. En die partijen worden in een volgende verkiezing in één keer. Hup eruit gegooid, zoals nu het geval is geweest. Die partijen hadden natuurlijk ook een partijprogramma wat ze af wilden ronden. Nou moeten ze ineens overboord, ze gaan in de oppositie. Impliceert dat dan ook dat die dingen die zij in hun partijprogramma hadden staan, jullie ook meteen overboord gooien en dat je met je eigen programma, je zult ook iets moeten afmaken. Kijk, het is niet voor niks natuurlijk dat we toen met die coalitievorming ook eigenlijk het vrij breed hebben ingezet, omdat natuurlijk eigenlijk voor 80% ben je het eigenlijk best met elkaar eens. Ja. Het zijn vaak kleine nuances dat je zegt, nou ja, dat vind ik nou net dat je het anders had moeten doen. Of had je dat niet zo kunnen doen. Dus er zijn eigenlijk een paar dossiers waarin je misschien nog echt een andere koers wil. Hè. Ik bedoel, iedereen weet natuurlijk het grote FOMAR-dossier. Ja. Daar zaten nou eenmaal drie partijen echt heel anders in dan de andere drie partijen. En verder, het is niet zo dat wat een ander heeft gedaan slecht is. Dus dat bedoel ik ook niet expliciet te zeggen, maar als een programma wat zij dan hebben, waar ze echt zo ontzettend van dachten van, nou dat moet er gewoon doorheen. En jij komt eraan binnen en je zegt, nou dat vind ik nou zo'n ongelofelijke onzin. Ja, ik heb helemaal geen zin om daarmee door te gaan. Hoe pak je dat dan op?
Dat is natuurlijk gewoon het resultaat van de verkiezingen. Dus mensen natuurlijk dan, dat impliceert dus dat je bepaalde dingen die de vorige partijen wilden realiseren, dat je die zo overboord gooit. Ja, dat ligt natuurlijk een beetje. Ja. Okay, kijk, de uitdagingen die je tegenkomt, die hebben zij ook gehad, die stellen zich natuurlijk gewoon, die zetten zich gewoon voort. En daarin kies je soms iets anders van koers. Hè. We hebben nu bijvoorbeeld die pilot Merlehoven, die proef Merlehoven met die afvalscheiding. Ja. Die was echt wel even een beetje, die is niet helemaal lekker begonnen. En die hebben we nu toch weer vlot gekregen, gewoon door eigenlijk een wat andere aanpak. Ja. In te nemen, een andere houding aan te nemen. Niet omdat de doelstelling niet goed was, omdat wij vonden van, dat had je misschien net even wat anders aan kunnen vliegen. En dat hebben we gedaan. Nou, daar is het nu mee vlot getrokken. Misschien was het ook vlot getrokken met die andere wethouder. Dat wil ik ook helemaal geen uitspraken over doen. Dat vind ik heel vervelend om te zeggen, iemand anders heeft het niet goed gedaan. Dat heeft er geen zin. Dat is allemaal onzin. Het traject is gewoon stroef begonnen. En we hebben dat nu op een bepaalde manier vlot getrokken. En zo kies je eigenlijk een beetje je richting eigenlijk op. Weet je kiest. Natuurlijk zijn er dingen in het verleden, zijn er besluiten genomen waarvan je destijds zei, daar ben ik het gewoon niet mee eens. En dan maak je nu, omdat je het nu kan, maak je de afweging, is dat iets waar ik op moet gaan ageren en echt iets mee moet? Of kan ik daar iets in bijsturen? Of moet ik het overboord gooien? En dat laatste gebeurt ook wel eens? Nou ja, dat hebben we geprobeerd. Ja. Bij het grote V-dossier. Ja. Nee, ik denk dat we... Ja. We gaan slapen. Ja, maar goed, het is dus omdat je het dus ook ziet. Hè, dat is natuurlijk ook dat het wel een lastig traject is waar je in gaat. Ja, want je krijgt natuurlijk bijna die situatie van je bent gekozen, je mag een jaar de rommel van de ander opruimen, je mag 2 jaar mag je in een coalitie zitten en dan moet je alweer voorbereiden op de volgende verkiezing. Ja. Maar kijk, iedereen. Kijk, dat is een beetje negatief. Kijk, elke coalitie heeft in principe dezelfde uitdaging. Hè? Ik bedoel, waar we nu voor staan, dat zijn allemaal eigenlijk, dat had een andere coalitie had ook diezelfde uitdaging gehad. He, die had ook met de uitdaging van duurzaamheid versus verkeer. Ik val ze ook verder niet af hoor. Nee. En hoe ga je om met toch een wat andere wereld ten opzichte van hoe je met inwoners omgaat versus politiek. He? Je ziet dat daar best overal vraagstukken over zitten van hoe doe je dat. Nou, iedereen heeft daar gewoon zijn eigen accent. En dat is, wij zetten er nu ons accent op. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is nu een... ons sausje wat er als accent op ligt. Ik vind het wel mooi. We gaan langzaam afronden, want ik denk anders. We zijn er niet bezig hoor. Hadden we toch een vraag over die participatie haalt? Ja, dat is een goeie. Ja, dat is even een marketingmomentje. Even een PR-momentje. Kom op. Ja, vertel eens. 4 maart is iedereen van harte uitgenodigd. We hebben de aftrapbijeenkomst participatie. En dat is gewoon een leuke bijeenkomst waar je eigenlijk zoveel mogelijk inwoners willen treffen. We laten voorbeelden uit het land zien van wat voor soort initiatieven daar eigenlijk worden opgepakt. En dan gaan we gewoon eigenlijk van ideeën met elkaar willen we wisselen. Van wat zou nou in Heemstede, hoe zou je nou iets kunnen invullen? Hoe zou je verder kunnen gaan? En heb je dan bepaalde thema's voor ogen? Of is het gewoon... Nee, het is eigenlijk... Het hele land wordt er eigenlijk wel met participatie en manieren hoe je nou inwoners kan betrekken bij wat je aan het doen bent als gemeente. Ja. Zijn er experimenten mee of zijn er allerlei soorten vormen van? Daar hebben we een aantal van uitgenodigd die echt wel leuke voorbeelden brengen. Okay. Eigenlijk een beetje om te inspireren. Dat wil niet zeggen dat je het op die manier doet. Het hangt natuurlijk allemaal af van wat wij zelf ook willen. Ja. Het gaat zich om de methodiek van dit geval. Het zegt over methode van participatie, niet zozeer over het onderwerp. Okay. Ja, nee, het gaat echt over de methode, niet over het onderwerp. Maar gewoon van wat past eigenlijk bij Heemstede? Waar hebben onze inwoners behoefte aan? Waar kunnen we elkaar een beetje in dat hele spectrum vinden en raken? En ja, leuk, duidelijk. En dan nog 1 ding, dat is erg leuk. Dat is vandaag niet gebeurd. Ja. Die bekendheid. er is geen ramp gebeurd. Heel asociaal natuurlijk. Zal ik hem even... Nee, zo was leuk. We hadden eigenlijk een primair kunnen hebben. Als nu de telefoon was overgegaan. Nee. Dan was er iets een ramp gebeurd in Heemstede. In Heemstede, ja. Gelijk live gaan. Nee, maar...
Ik vind het... ik stel voor dat ik toch even stiekem bel dan. Nee. En volgens mij... Hij staat nu stil, hè? Nou, hij staat okay, helemaal licht. Heb je nog iets te... moet ik nog even heel snel nog melden? Of denk je van... Ik vond het hartstikke leuk om er te zijn. Ja? Ja, ik denk dat we eigenlijk nog best een tijdje hadden door kunnen praten. Jawel, maar ik denk dat dan misschien de kijker afhaakt. Maar dat we kunnen nog een keer een vervolg hebben. En dan misschien iets meer toegespitst op een onderwerp dan. Ja. Dan is het juist een leuke algemeen. Ja, maar het is een introductie. Ja. Dus, hartstikke goed. Jos? Hey, bedankt. Dankjewel. Ja, ook... bedankt. Moet je mevrouw het houden omschillen. Ja, nou, dat vind ik echt zo over de top, vind ik dat. Ja. En kijkers, u ook bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering van een lange reeks, hopelijk, van 023. Ja, we gaan er gewoon mee door. En tot de volgende keer.